Heb je een mannelijke stem, nee? Weet je het zwembad? Zwemcentrum in Rotterdam. Ik ben benieuwd. Het is echt heel groot. Ik ben benieuwd. Oh, hier zijn kleurkamers. Oh, hier kunnen we ook. Kom, ga hier. Oh, hier. Zwemmen jullie ook? Kijk, we zijn net klaar met zwemmen. Oh, was dat al een meter gezwommen? Voor mij is het de eerste keer sinds... Ik weet niet hoe lang. Ik denk jaren. Hè? Hoe vond je het dan? Ja, goed, toch? Ja, heb ik mijn best gedaan. Ja. Ja, dat was wel lekker. Akila terug dan. Voor de even. De kille throwdown. Ik hou niet zo van zwemmen, maar nu wel weer. Goed, ja, ging lekker. We gaan vaker zwemmen. Ja. Castro? Ja, nou, goede reis. Ik ga voor de... Hoeveel denk je dat ik haal? 15 reps. Nee. Jawel. 12. Kijk hier. Maar jij bent Superman. We gaan voor 15. 3 keer 5. Wat is 3 keer 5? Ik weet zeker dat je het kan. 1. 2. 4. Laatste. Laatste. 5. Drie, 4 sets? Ja. Hoe weet je gaan? Wat trainen we nu? Billen. Look at it. Feel the burn. Laat ik het doen naar de hamstring, de onderrug. Zeg maar lief. 3. Lekker coach Rieke. We zijn aan het helft. 33 seconden. Goed zo, pas. Mooie plek. Mooi hè? Ja. Dit is al marktwerk. Dit is echt een super coole gym. Je hebt inmiddels zo'n boxring. Van Elmo. En de legend. Even inzoomen. Wat we gaan doen als eerst. Snatchings. Op mijn method. Laat maar zien. Beginnen? Of nog geen tijd? Huh? Nog geen tijd aanzetten. Gaat lekker? Het staat er al.
de kant. Ga nog door. Lekker. Ik kom ook een keer, ik dacht. Nee. Hou vast. Wat je doet is je zet je voeten erop, knie omhoog, stap eraf, knie omhoog, achter, buiten, knie omhoog, handen. Ik nu al uit naar die 15 minuten. Die 15 minuten, ja. De 15 minuten is het fijnst. Ik ga het losse strikt hands en push-ups doen in plaats van dumbbell strikt. Dat is een grapje. Ik kon het vroeger wel, toen ik nog jong was. Oh ja, want nu ben je oud. Oud en grijs. Oké, jij gaat toch een poging wagen, denk ik. Ja hoor, daar gaat hij. Ja. Nu jij, Mark. Nee. Geen nieuw plan. Het worden geen bar muscle-ups, maar ring muscle-ups. Dat is zoveel moeite om het op te schrijven. Zeg. Zeg maar dat, hè. Je bent een autistje. Ja. Dus ga je iets doorhalen als ik al uitdeed. Good question. Ik deed het voor de camera zo van nieuw plan. Lekker lief. 100? Ja. Lekker. Nog 2 rondes. Ja, we hebben nog 10 minuten te gaan. En mijn schouders zijn leeg. We hebben alle rondes tot nu toe. 4 rondes gehad. Met 100 double arms in een minuut. Echt een leuke workout. Vind je het ook een leuke workout, Mark? Nee, dit leuk. Shoulder press. Hoe was het? Zwaar. Ja, pittig man. Hard work. Laat die van jou zien, Erik. Nee, dit is echt niet sexy. Kijk. Dit wordt een blaar, denk ik. Kijk, couple hands. En deze. Scarf. Die heeft Marco ook op zijn been. Snap. Even een evaluatie. Oh ja. Je weet wat de workout is? Ik ben echt onder de indruk dat ik al die rondes onbroken heb gedaan. 100 double unders. Dat is echt... impressive. En het trucje is, ja, het klinkt lastig, maar je moet je schouders, zeg maar, als je aan het springen bent, je natuurlijke houding aanhouden. Die armen die blijven een soort van slapjes, niet zo. En alles komt vanuit je polsen, dus alleen je polsen. Die shoulder press, die voelde ik wel trouwens. Het waren 2 keer 20 kilo dumbbells. Voor mensen die fitness doen is dat waarschijnlijk heel dicht. Ik doe dat nooit. Zeg maar gewoon die fitnessoefeningen. Elke ronde 10 herhalingen, dat ga je wel voelen na muscle-ups ook erbij. Kijk, ze hebben hier spiegels. Ze zijn helemaal impressed. Toch lief? We gingen naar onze shoulder pump kijken. Nou, gekheid. Kom, we gaan opruimen. Oh, ja hoor. Tuurlijk. Er zag niemand in de gym. Als er mensen in de gym waren, zou ik het niet. Ja.